welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we een heel nieuw merk testen en dat merk heet MSM. Het is een nieuw merk te koop bij Kruidvat. Een tijdje geleden heb ik een foundation van hun ontvangen, de Magic Finish Foundation. En toen in de Kruidvat winkel in Eindhoven zag ik dat er gewoon een hele MSM collectie te koop is bij de Kruidvat met echt een heleboel producten. Dus ik heb een aantal gekocht. Ik heb gewoon een aantal producten gekocht en ik dacht ik ga in plaats van alleen maar de foundation ook een aantal van de andere producten testen. En ik ben heel benieuwd. Ik moet zeggen, ik heb een beetje een slecht vooroordeel, want als ik er zo naar kijk, lijkt het mij niet echt hele goede make-up. En het is ook niet super goedkoop, ook niet heel duur. Een beetje in de medium categorie, maar je betaalt dus wel wat. Dus ik zou wel echt graag willen dat het echt goed is, maar ik ben een beetje sceptisch. Ik weet het niet, misschien dat het me gaat shockeren en ik het straks geweldig vind. I don't know. Ik heb nog nooit ook maar één product van dit merk gehad of getest, dus ik ben heel benieuwd. Ik heb ook geprobeerd wat informatie te vinden over dit merk. Het is een Duits merk en bijna alles staat ook in het Duits. The girl kan absoluut geen Duits, dus... ja, ik heb een klein beetje informatie gevonden in het Nederlands. En daarom moeten we het vandaag gewoon maar mee doen. Vooral de foundation schijnt heel bijzonder te zijn. Dus ja, we gaan het gewoon proberen. Dus vind je het nu wel leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Het enige wat ik al heb aangebracht is mijn wenkbrauwen en wat dagcreme. En that's it. Ik heb gelezen online dat je geen primer moet gebruiken onder deze foundation. Dus dat ga ik ook niet doen. Dus we gaan gewoon gelijk in met deze nieuwe foundation. Dit is de MSM Magic Finish Makeup Mousse. Dit is hoe de verpakking eruit ziet. Het ziet er best wel luxe uit. En ik heb de kleur 01 Classic. Er zijn een aantal bijzondere dingen aan deze foundation. Ten eerste is het een 4-in-1 foundation. Ik vind de verpakking al wel echt heel mooi. Het is een primer, foundation, concealer en poeder in 1. Dus ik ben heel benieuwd. Het is een mousse. Ik ben niet zo van de mousse foundations. Maar we will see. Als het goed is, maakt het je gezicht helemaal mat. En hoef je ook geen poeder meer aan te brengen. Geen concealer, et cetera. Je moet het gewoon gelijk aanbrengen over je dagcreme of je serum. Dus geen primer eronder. Want deze is ook gelijk een primer. Zoals ik al zei is het dus 4-in-1. En wat ook bijzonder eraan is. Er is één kleur. En deze kleur is ook de enige kleur. En het moet zich dus kennelijk aanpassen aan iedereen's huidskleur. Nou, ik heb al vaker zo'n foundation getest. Die kennelijk één kleur is voor iedereen. Die absoluut niet werkte. Dus ik ben benieuwd of dit gaat werken. Laten we het gewoon openmaken. Kijk hoe dit eruit ziet. Dit ziet er echt heel vies uit. Kijk even dit. Oh my gosh, ik weet niet eens of ik dit wel op mijn gezicht wil smeren, joh. Er staat dat het een hele lichte, luchtige mousse moet zijn. En dat je gezicht echt binnen 1 minuut helemaal egaal maakt en mat maakt. Nou, ik ben benieuwd. Ik heb wel een normale tot droge huid. Normaal, als iets mat is, ga ik in met een primer die een beetje hydrateert. Maar ja, dat ga ik dus gewoon nu niet doen. Er staat niet echt hoe ik het beste kan aanbrengen. Met je vingers, een kwast, een spons, I don't know. Ik hou niet zo van mijn vingers gebruiken, maar ik denk toch dat ik dat nu wel ga doen. Dit voelt zo raar aan. Oh my gosh. Ik ga stuk. Dit is zo raar. Het voelt echt heel raar aan. Oké. Ik weet ook niet hoeveel ik zou moeten aanbrengen of zo. Maar whatever. Ik breng het ook echt een beetje ofzo hier als concealer aan. Want daar staat dat je het ook als concealer kunt gebruiken. Dan gaan we dat ook doen. Ik denk dat ik het gewoon met mijn vingers ga aanbrengen. Ik denk dat dat de beste manier is. Met dit soort producten is dat vaak de beste manier. Het voelt heel zacht aan. Heel velvetachtig, zeg maar. En heel zacht. En zeker mat. Ik zie dat het echt gelijk mijn gezicht helemaal mat maakt. Ik moet ook zeggen dat het best wel goed uitsmeert. Dat is wel fijn. Het is niet stroef of zo. En het is inderdaad heel lichtgewicht. Het is een beetje een dunne lichtgewicht formule. Oké, ik denk toch dat mijn huid te droog is hiervoor. Ik weet niet hoe het zou zijn op een vettige huid. Maar als ik zo naar mijn eigen huid kijk. Qua kleur inderdaad. Het verandert echt gewoon naar mijn kleur. Dus dat is echt top. Maar ik zie een beetje droge plekjes op mijn gezicht. En dat is dus omdat mijn huid gewoon te droog is. Vooral hier zo. Ik zie gewoon hier echt allemaal van die droge plekken die niet echt meer willen uitsmeren. Ik moet wel zeggen dat het echt fantastisch uitsmeert met mijn vingers. Maar nee jongens, het is echt te droog. Ik ga het even filmen met mijn phone. Dan kunnen jullie die droge plekken wat beter zien. Kijk, zie je hier? En dit wil ook niet uitblenden. Kijk. Ik blend met mijn vinger, maar... het wil niet echt uitblenden. Kijk deze droge plekken. Ik denk toch dat het niet heel handig is als je een droge huid hebt. Het is gewoon te droog voor mij. I don't like it. Ik denk dat dit echt best wel goed had kunnen werken. Ik moet zeggen dat het op zich, als het niet zo droog was geweest, ik het echt goed had gevonden. Ik ga het ook weer hier aanbrengen als concealer. Kijk, het heeft echt een goede dekking. Ook als concealer zo.
Maar ja, nogmaals, helaas, met mijn droge huid is het gewoon te droog. Maar het is niet eens zo per se heel slecht. Ik vind het niet eens per se heel slecht. Ik ben heel benieuwd. Mensen met een vettige huid die dit hebben geprobeerd, laat ons weten in de reacties of het wel werkt voor jullie. Want ondanks dat het een beetje vastplakt aan de droge plekken op mijn gezicht, is het op zich wel gewoon mooi op de andere plekken waar het niet zo droog is. Oké, ik heb dus een beetje een domme fout gemaakt. Want ik had gezien bij de Kruidvat dat ze ook een losse poeder hadden. Ik dacht dat ik die had gepakt, maar ik heb gewoon letterlijk de foundation gepakt. Dus nu heb ik twee exact dezelfde foundations. Super, super dom. Ook heel jammer, want ik had graag een losse poeder willen proberen. Maar ja, dat kan dus nu niet, want ik heb nou gewoon twee foundations. Maar goed, whatever. Daar ben ik weer. Ik heb echt het kleinste beetje hoeveelheid concealer aangebracht hier nog onder mijn ogen met een klein beetje poeder. Om het toch nog een beetje, ja, wat meer helder te maken. Ik heb een beetje neuscontour aangebracht en wat bronzer. En that's it eigenlijk. Mijn gezicht ziet er nu... Ja, door de bronzer vooral ziet het er allemaal wat beter uit. Maar echt die droge plekken allemaal op mijn gezicht zijn echt vreselijk. Maar goed, we gaan verder. Ik heb een nieuwe blush. Dit is de MSM Magic Finish Satin Blush. En ik heb hem in de kleur Soft Harmony. Een mooie beetje paarsige kleur. Qua blushkleuren... Het was niet echt het beste. De blushkleuren waren allemaal een beetje apart. En deze blushkleur ook. De verpakking is weer best wel mooi. I like it. Ik vind het rosé goudachtige allemaal heel mooi. Alleen deze kleur. Ja, ik weet niet echt of het gaat matchen met mijn huidskleur. Ik moet zeggen, ik heb laatst op TikTok gezien dat Soe Maid allemaal paarse blushes gebruikte. Met gewoon een normale lichte huidskleur. En ik dacht echt, wauw, bij haar is het heel mooi. Terwijl normaal vind ik een paarse blush alleen maar staan bij een donkere huidskleur. Maar door haar dacht ik bij mijn eigen, ik moet ook wat paarse blushes gaan gebruiken. Dus ja, nou kan ik die testen. We hebben ook een spiegel. Ik zal even dit plasticje eraf halen. I like it. Qua verpakkingen is het allemaal wel gewoon oké. En het heeft dus een satijnen finish. Oké, ik zie helemaal niks. Oké, je moet wel wat product aanbrengen om het te zien. Maar uiteindelijk zie je het wel. Zie je dit? Ik vind het... mooier dan dat ik had verwacht, maar ook niet echt het beste of zo. Als ik het vergelijk met alle blushes die ik al heb, mis ik toch een beetje pigmentatie. Ik vind ook dat het niet heel goed uitblendt. Al met al is het wel oké, maar het heeft ook een beetje een grijzige waas over mijn gezicht. En dat komt dus door het paars. Het is iets te cool toon voor mijn huidskleur. Ik heb een hele warme ondertoon en dat matcht niet echt met deze kleur. Maar ook de formule vind ik niet zo fijn. Ik zie gewoon hier echt een harde lijn. Het blendt niet heel goed uit. Ja, ik weet niet. Het is niet echt de beste blush. Ook niet heel slecht, maar ook zeker niet goed. Oké, laten we dan gewoon nu gaan beginnen aan de ogen, want ik heb ook een paletje. Ik heb hier het MSM Magic Finish No. 1 Setting Eye Collection Oogschaduw Palette. En van binnen heeft het 4 matte kleuren, een klein kwastje en ook een spiegel. Nou, ook als ik hiernaar kijk, denk ik ook niet bij mijn eigen. Dit gaat echt een heel goed paletje zijn, maar whatever. Zo ziet hij eruit. Hij is niet heel groot, wel heel fijn voor op reis zoiets. Maar van binnen, deze kleuren jongens, ik weet niet. Ze zijn wel allemaal mat en... Oh. Het kwastje valt eruit, maar die ga ik sowieso niet gebruiken. De kleuren zien er wel goed uit. En de gekozen kleuren gaan ook goed samen. Je kunt hiermee echt een goede volledige look maken. Dat is heel fijn. Deze lichte kleur kan in de binnenste ooghoek. Deze kan in je crease. Deze kan een beetje hier buiten. En deze kleur zo in het midden. Dus ik zie al gelijk een ooglook die je hiermee heel makkelijk kunt creëren. Je kunt hiermee een hele mooie everyday natural look maken. Je kunt het ook voor een soft glam look gebruiken. Het doet me een beetje denken aan die hele ouderwetse luxe make-up oogschaduw paletjes van vroeger. Dat je echt zo'n paletje haalde van Yves Saint Laurent of Chanel of zo. Voor like €70 voor 4 kleuren. Maar ja, ik vind die het nooit waard. En ik denk dat ik het nou ook niet waard vind. Ondanks dat het paletje maar €15 is. Maar goed, ja, we gaan het gewoon proberen. Oké, we zijn ingezoomd. Nu kunnen jullie alles beter zien. Ik ga beginnen met de lichtste matte kleur hier. Zoals jullie weten heb ik echt hele donkere binnenste ooghoeken, zeg maar. Ondanks dat ik inga met concealer blijft het altijd een beetje donker. Dus ik pak altijd gewoon een beetje zo'n lichte kleur. En die breng ik dan hier aan. Oeh, hij is een beetje glanzend. Hij is niet heel mat. Het heeft een beetje een satijnen finish. Trouwens, volgens mij is dit ook een satijn oogschaduwpaletje. Ja, er staat letterlijk op satin eyeshadow. En dat zie ik ook. Daar stond ik helemaal niet bij stil toen ik het net beschreef. Wel heel mooi. Het is een hele mooie lichte kleur. Dan ga ik in met deze lichtbruine kleur. Hopelijk is die wel wat meer mat. Volgens mij wel. En deze kleur gaat in mijn hele arcadeboog. Zo, deze kleur is heel mooi en het blendt ook heerlijk uit. Dan ga ik in met deze meer donkerbruine kleur. Het is niet eens echt bruin. Het is een beetje een cool tone paletje, een beetje koud. Deze twee kleuren zijn een beetje meer paarsig. En die kleur ga ik een beetje in de buitenste hoek aanbrengen.
Ik ben nu die beide bruine matte kleuren die ik in mijn arcadeboog heb aangebracht ook aan het aanbrengen op de onderste wimperrand. Ik vind de kleuren wel echt heel mooi. I like it. Allebei de kleuren vind ik heel mooi. Dit zijn echt kleuren die ik zou gebruiken. Dan pak ik als laatste deze kleur. Omdat dit een review video is, wil ik gewoon al alle kleuren gebruiken. Maar ik denk dat in mijn day-to-day life ik gewoon deze lichte kleur ook zou aanbrengen over mijn hele ooglid en klaar. Volgens mij was de enige kleur die echt een beetje glanzend was die lichte kleur. De rest is allemaal gewoon wel echt mat. En dan breng ik nog een beetje van die lichte kleur hier aan opnieuw in mijn binnen. Dus de oog ook. En dan zijn we klaar. Met wat nog op de kwast zit ga ik ook een beetje onder mijn wenkjes. En dan zijn we klaar. Jongens, is dit het beste paletje ever? Nee, dat niet. Maar ik ben er best wel blij mee. Nou, ik hem gewoon heb. Ga ik hem ook gebruiken. Vind ik hem per se 15 euro waard. Niet echt. Het zijn maar 4 kleuren. Maar het is wel mooi. Als je gewoon op zoek bent naar een handig paletje. Misschien voor op reis. Met gewoon wat kleuren die jij vaak gebruikt. Dan vind je het misschien wel gewoon een fijn paletje. Het is op zich oké voor de everyday look. Maar zou ik hem echt per se aanraden? Dat niet per se. Dan gaan we verder met hun mascara. Dit is de MSM Bull Up Fiber Deep Black Mascara. En dit is hoe de verpakking eruit ziet. Weer heel mooi roze goud. Oké, jongens, qua mascara's hadden ze echt een heleboel. Ik heb er gewoon random eentje gepakt. Ik heb nou wel een beetje spijt, want waarom ben ik gegaan voor fiber? I don't know. Daar hou ik normaal niet zo van. Het is best wel een grote bulky verpakking. Laten we kijken. Oeh, dit ziet er op zich wel goed uit. Oké, laten we het proberen. Ik heb wel echt slechte wimpers, dus ik ben echt benieuwd. De mascara is op zich wel oké. Het is niet heel veel volume of heel heftig. Het is een beetje een meer soft mascara. Maar ik denk dat meiden met al mooie lange wimpers hier echt wel blij mee gaan zijn. Vooral voor een everyday look is dit effect heel mooi. Het is helemaal niet klonterig of zo. Het maakt je wimpers een beetje wispy. Ik denk dat tot nu toe ik de mascara het beste product vind. Oké, eventjes iets heel anders wat niks te maken heeft met deze video's. Ik ga nep wimpers aanbrengen. En ik heb de meest mooie naturel nep wimpers gevonden. En dat zijn deze van Ardell. Jullie weten, ik hou niet van Ardell. Ik gebruik nooit Ardell wimpers. Ik ben echt de enige, denk ik. Maar ze staan mij nooit. Ik vind ze nooit mooi. Maar deze in de stijl 421 van de Naked Lashes lijn. Deze zijn zo mooi. Ze zijn zo wispy. Zo naturel. Alsof het gewoon je echte wimpers zijn. Maar nog wel heel mooi lang en fluffy en wispy. I love them. Oh my gosh. Ik ben echt in shock. En ik denk dat een heleboel van jullie ze ook fijn gaan vinden. En ze zijn niet duur. 4 euro of 5 of max 6 euro of zo. Ik zal ook een linkje zetten beneden in de beschrijving. Als je ze wilt. Want ze zijn echt geweldig. Deze ga ik nou ook even opdoen. En dan kom ik zo bij die terug. Daar ben ik weer, jongens. Deze wimpers. Kijk even hoe mooi. Ze zijn zo mooi en fluffy. En als je ze omlaag kijkt, je kunt ze gewoon helemaal niet zien. Want ze hebben zo'n invisible band, zeg maar. Dus super naturel. Ik ben echt impressed. I love them. Linkje staat beneden in de beschrijving. Het laatste product is voor de lippen. Ik heb hier de MSM Satin Lipstick. En ik heb hem in de kleur Hazelnut Heaven. Hele mooie lichtroze kleur. Oké, laten we het proberen. Deze lipstick ziet er in tegenstelling tot de rest wel goed uit. Dus ik ben benieuwd. Ze hadden iets van 4 of 5 kleuren. En dit was volgens mij de lichtste. Het is een hele mooie, beetje lichte roze kleur, zeg maar. Dus ik ga hem combineren met een bruin lippotloodje. Want anders gaat hij maar niet staan. Even lipballen eraf halen. Laat zij iemand van, waarom breng je de lipstick aan op je lipbalm? Ik haal mijn lipbalm er altijd al voordat ik inga met een lipstick. En wat ik ook altijd doe om een meer neutrale lipkleur te krijgen, is dat ik inga met een spons een beetje over mijn lippen. Want mijn lippen zijn best wel roze en dat kan dan de kleur van de lipstick veranderen. Dus ik ga altijd zo'n beetje in met mijn spons. Ik ga in met mijn Morphe Sweetie lippencil. Deze is echt prachtig. Ook dit heeft een satijnen finish. Ik weet niet waarom al hun make-up satijn is. Dat vinden ze kennelijk mooi. Fantastisch. Heel creamy, lekker dik. En het voelt en het ruikt ook naar een hele luxe lipstick. I like it. Kijk deze kleuren hoe mooi. Oh my gosh. Dit is echt heel mooi nude voor mij. Gecombineerd met dit lippotloodje. Ja, echt prachtig. Nou mensen, dit was het dan. Dit is de hele make-up look. Wat vinden we ervan? Ik vind het echt heel mooi soft. De twee beste producten vandaag zijn sowieso deze lipstick. Deze vind ik echt het beste vandaag. I love it. Hun lipsticks zijn amazing. En deze mascara. Ik vond hem ook echt fijn. Het maakt super mooi wispy. Helemaal niet klonterig. Heel mooi voor een natural look. Dus deze twee zijn mijn faves. En dan vooral deze lipstick. De rest was een beetje moi. Deze oogschaduw was oké. Je hebt wel betere paletjes. De foundation vind ik helemaal niks. Te droog voor mijn huid. En de blush, ja. Zoals ik al zei, hij blendt niet heel goed. Ik vind de formule niet heel fijn. Maar al met al zie ik er wel oké uit. I like it. Ik ben ook echt heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties wat jullie van de look vinden, van de producten. Hebben jullie dit merk ook al getest? Kennen jullie het niet? Is het helemaal nieuw voor jullie? In ieder geval, als je iets ervan wilt gebruiken, het is gewoon allemaal te koop bij Kruidvat. En ik zet alles beneden in de beschrijving. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!